U ziet dat deze atomen elkaar niet raken. Maar in de wereld van de kwantummechanica gaat toch een lampje branden. Hoe kan dit? Wat zie je als je moleculen bekijkt via een supermicroscoop? De Universiteit van Nederland presenteert kwantumfysicus professor Dr. Mark Golden. Zo'n vraag die ik vaak krijg van studenten van: wat doet u eigenlijk als u niet hier zit college geven aan superslimme mensen? Nou, mijn andere baan is die van onderzoeken. En ik ben geïnteresseerd in de grenzen van de natuur en hoe wij kwantummechanica kunnen vinden, die komt uit atomen, maar zich uitdrukt in het gedrag van materialen. Bijvoorbeeld het plaatje nu op de scherm is een plaat die genomen is van collega's van mij, die samenwerken met een van mijn, ProWendy. En dit is een opname van de dunste gouden draden die je zou kunnen maken. 1 atoom breed is dit draadje. Een stuk van ons nano-toolbox om heel interessante nieuwe stoffen te kunnen maken. Zo, dit is eigenlijk ook waarvoor ik heel vroeg mijn bed uitkom 's ochtends. Om les te geven over hoe dit zou kunnen werken in de toekomst. Maar eigenlijk om over dit te hebben, moeten wij eerst iets meer begrijpen over atomen. En over het verschil tussen klassieke atomen en atomen die luisteren naar kwantummechanica. En het verschil tussen klassieke natuurkunde en kwantumnatuurkunde. Zo, ik begin bij een proef die heel duidelijk in de rijkdom van de klassieke natuurkunde is. Ik heb hier een boormachine. Die even uit de knoop moet. Goed zo. En ik heb een barrière, een klassiek barrière. Ik wil met mijn boormachine op de andere kant van de barrière komen. Zoals u kan horen. In de wereld van de klassieke natuurkunde is het helemaal niet makkelijk om door een barrière te komen. Eigenlijk is het onmogelijk. De enige manier is overheen. Maar om te begrijpen dat deze spelregels niet per se gaan voor atomen, moeten we eigen stap terug en met elkaar hebben over wat atomen eigenlijk zijn. Atomen zijn de kleinste Lego-steentjes waaruit wij gemaakt zijn. Ze hebben een kern, dat is deze rode stip hier in de midden, waar alle positieve lading van de atoom ingepropt zit. En ze hebben wolken elektronen omheen. Hier hebben wij die elektronen als soort banen in dit model gemaakt. Bijvoorbeeld dit schil van elektronen kan 2 nemen en de derde en vierde moeten in een grotere baan zitten. Dus wij hebben een positieve kern en negatief elektronenwolken. Nou, wat jullie ook, denk ik, allemaal begrijpen van de klassieke natuurkunde, is dat stroom eigenlijk niet kan vloeien als er geen contact is in een circuit. En dat wil ik met deze proef laten zien. Hier hebben wij een batterij. Ik heb 2 stroomdraden, dezelfde die uw speakers thuis aan de stereo-installatie vastbinden. En wij hebben dat heel behulpzaam hulpje van iedere docent, een lampje. En u ziet, als ik deze draden uit elkaar hou en er zit lucht ertussen, brandt het lampje niet. Als ik die draden aan elkaar binden, brandt het lampje wel. Zo, nu stuurt de batterij een stroom elektronen door mijn draad en door het lampje heen en wij hebben licht. Nou, een heel belangrijk product voor de Nederlandse economie, door het bedrijf Philips gepusht. Zo, dit is hoe het in de klassieke wereld aan toe gaat. Maar als wij nu zouden inzoomen, ik heb op de 1 eind van mijn draad een atoom en op de andere eind van mijn draad een atoom, ik ben nu heel erg ingezoomd, u ziet dat deze atomen elkaar niet raken. Maar in de wereld van de kwantummechanica
gaat toch een lampje branden. Hoe kan dit? Eigenlijk komt dit omdat deze elektronen geen deeltjes zijn, zoals hier op mijn model, maar golven. Het zijn eigenlijk wolken van waarschijnlijkheid. Waar zou ik een elektron kunnen vinden om mijn kern heen? Zo eigenlijk een klassieke circuit werkte zoals een klassiek barrière, tennisbal, muur. Komt altijd terug. Een kwantumcircuit die werkt heel anders. Zonder contact kunnen wij een stroom krijgen. En daar gaat deze college allemaal over. Zo, het gaat over iets die heet tunnelen. Niet over een barrière heen, maar door een barrière. Een golf die deze kant op richting de plaat gaat. Er is een kleine waarschijnlijkheid dat een staartje van dat golf toch op het andere kant zich bevindt. En als dat golf zich weer laat zien als een elektron in een stroommeting, dan is het wel gelukt een elektron op één kant te hebben en toch gaat het door en niet alleen maar terug gereflecteerd werd. Oké. Zo, dat is quantum tunnelen. Dit zou onzin kunnen zijn. Ik roep dingen die pertinent eigenlijk onzin zijn. Hè? En niemand staat op en loopt boos weg. U geeft mij zeker een kans om met een experiment te laten zien dat dit waarschijnlijk klopt. Zullen wij doen experimenten met zulke tunnelstromen in mijn laboratorium? Daar komt de foto straks op het scherm van een. Hier is mijn lab van boven genomen. En die opstellingen die allemaal geen ingewikkeld uitzien, maar eigenlijk best simpel zijn, zijn zulke quantum circuitjes met twee uiteindes van draden. De een noem ik een tip, de andere noem ik de monster, de ding die ik wil onderzoeken. En die houdt ze heel dicht bij elkaar en er loopt zo'n geheimzinnige tunnelstroom ertussen. Zo, dit soort onderzoek doe ik als ik niet college geef met de jonge mensen in mijn onderzoeksgroep. Zo, dit zijn quantum tunnelmicroscopen. En in dit college overtuig ik jullie dat ze zijn in staat om atomen te zien. Niet modellen van atomen, maar echt atomen te zien. En ook nog atomen op te pikken en neer te zetten, precies waar wij het willen. Een lang gekoesterde droom van iedere maker van objecten of dingen. Zo, atomen zijn zo klein, wij kunnen ze niet zien met licht. Maar we kunnen het wel zien met deze quantum tunnel effect, die daadwerkelijk in de werkelijkheid bestaat. Oké. Zo, hoe werkt zo'n tunnelmicroscoop? Hier is mijn monster. Ik heb jullie verteld dat ik aan gouddraden werken. Hierachter ziet u gouddraden, hele dunne. Dit opname is gemaakt met zo'n kwantummicroscoop. Ik heb iets nodig om het omhoog te... Hier, een boormachine komt handig. Ziet u het een beetje beter. Zo, één helft van mijn circuit zijn zulke atomen in een rij. Dat is mijn voorstelling van wat wij gemaakt hebben in mijn lab. Ziet u op de scherm achter. De andere helft van mijn experiment is een stuk draad. Hier heel erg ingezoomd. Een stuk draad die afgesneden is schuin met een schaar. En dat is heel scherp. Uiteindelijk eindigt dit draad in een enkel atoom. Nou, dit tunnelstroom, zoals ik hield die twee draden met die twee atomen aan het uiteinde, is supergevoelig voor de afstand. Als de afstand te groot is, valt men uit de kwantumwereld, er loopt geen stroom. Zoals ik een circuit maak, als mijn armen nu de draden zijn, tussen mijn monster en dit tip, hier gebeurt niets. Maar als ik binnen een paar atoomdiameters van de oppervlak kom, dan begint een hele piepklein tunnelstroom te lopen. En dat kunnen wij meten. Het is de biljoenst van een ampère, maar voor natuurkundigen is het best een forse stroom. Makkelijk te meten. Zo, ik kan nu een soort atoomvoelmachine bouwen,
waar ik een computer neem en zeg, hou dat tunnelstroom constant door de afstand te variëren. Zo waar ik net voor een atoom zit, gaat hij best dichtbij om een grote stroom te krijgen. Ik kom in de buurt van die atoom, dan loopt de stroom op, mijn naald gaat omhoog. Ik zit in een klein dalletje tussen de twee atomen, gaat hij wat dichterbij. Dan komt er weer een atoom, tussen, weer. En zo, lijn voor lijn, worden deze goudatomen in beeld gebracht, precies zoals op de schermnet te zien was. Hier een rij goudatomen, daar een rij niets. Dat zou donker zijn op zo'n plaatje. Hier weer een rij goudatomen. Zo eigenlijk met een kwantummechanische stroompje tasten wij de oppervlakte af. Wij schieten geen licht en krijgen geen reflectie. Dit gebeurt allemaal in de kou en in het donker. Maar door deze kleine kwantumstromen kunnen wij atomen daadwerkelijk waarnemen. En ze zien zo uit als op die plaatje net. Zo, dat is één ding. Iets waarnemen is heel belangrijk als experimentalist. Door dat waarneming zou ik zeggen, die atoommodel van Bohr, van Pauli, de idee van kwantumtunnelen, dat klopt. Het is in staat om mijn experiment te verklaren. En zonder kwantumtunnelen kan ik dat experiment nooit krijgen. De weerstand van dat stroomcircuit is 1 en 10 nullen als je het in ohm wil meten. Geen contact. Mag geen stroom gaan. Maar in de kwantumwereld wel. Nog spannender is de volgende idee. Ik neem een oppervlak, zoals deze hier, die nu zit in beeld gebracht voor jullie. Van atomen. En ik kan dat in beeld brengen met mijn tip in mijn tunnel, quantum tunnel microscoop. En ik zie dat ik een heel schone oppervlak heb. Allemaal gele bolletjes met niks anders erbij. Hier is het mooi. Nou, wij kunnen een atoom op het oppervlak laten komen. Een atoom van een andere soort bijvoorbeeld. Dat heb ik hier met een rode bolletje representeerd. En wat het wel mogelijk is om te doen met de moderne tunnelmicroscopen, is het volgende. Eerst meten wij waar alle atomen zijn, in onze lijntjes, zigzag, metend, omhoog, omlaag. En nemen we zo'n plaatje van het systeem op het begin. Nemen wij nog zo'n opname met de rode atoom erbij. Die zullen we dan zien, niet in rood, maar als een verhoging. En de hele gave is dat dit ook mogelijk is. Ik ga mijn rood atoom pakken en ik ga hem hier naartoe verhuizen. En dan ga ik hem weer loslaten. En dan op een grotere afstand meet ik weer hoe die oppervlakte uitziet. Zo hier zijn wij in staat om iets die wij willen te bouwen. Niet per se wat de moeder natuur ons geeft als we stofjes meng en smelt en laat kristalliseren. Atoom voor atoom. Net als wij allemaal deden met Lego-steentjes, kunnen wij nu doen met de kleinste Lego-stenen waaruit wij allemaal gebouwd zijn. En dat zijn de atomen. Zo, atoommanipulatie is mogelijk. Oppikken en neerzetten. Wat een fantastisch idee. Nou, dat heeft mensen in een grote bedrijf in Amerika een idee gegeven. Het waren onderzoekers van de IBM Corporation. Die zijn heel goed in dit soort experimenten. En die had een idee, eigenlijk willen wij mensen laten zien dat dit kan. Dit is een laboratorium van mijn collega's in IBM, het is in New York. En zo zien alle ons labs uit, allemaal post-it notes en rommel en draadjes. Ja, zo ziet de echte wetenschap uit, als het opgeruimd is, werken ze niet. Als je inzoomt op de opstelling, dan zie je eigenlijk dit. Allemaal schroefjes en raampjes, zo ziet het bij mij ook in de lab uit. Midden in dit opstelling zit zo'n quantum tunnel microscoop. En wat die mensen daar heel goed kunnen doen, is precies wat ik net voordeed. Die atomen één voor één op een oppervlakte neerzetten. En die hadden eigenlijk een ludiek idee. Wij maken een filmpje. Wij maken het allerkleinste stop-motion film die de mensheid ooit gezien heeft. En straks ga ik u die film laten zien en u ziet lichte stippen. Dat zijn enkel atomen op een oppervlak van andere atomen. Zo, iedere lichte stip is één atoom. De beeld, het is een breed beeld die komt, is 12 nanometer breed. Wat betekent dat? 2000 van die beelden aan elkaar geplakt
past in de breedte van onze haar. Het is echt een heel klein, maar heel gaaf filmpje. Dat draaien we nu af. Zo. Zo, wat hebben wij hier aan? Ik zou zeggen drie dingen. Eerste, kwantummechanica klopt. Hij geeft ons de bouwpakket, de instructies om dit te kunnen doen. En dat kunnen wij. Zo, tot nu toe hebben wij niet een foutje gevonden in die bouwinstructies. Dat is belangrijk in de wetenschapswereld. Zulke kwantumtunnelmicroscopen worden ook gebruikt om eiwitstructuren op te lossen. Die helpt om nieuwe medicijnen, een heel ander vakgebied dan deze. IBM is natuurlijk geïnteresseerd in hoe klein kunnen we informatie maken. Hoe kunnen we zorgen dat niet twee movies op je iPhone passen, maar alle movies die ooit gemaakt zijn op je iPhone passen. En hoe kunnen wij een soort supermaterialen maken, bijvoorbeeld deze, heb ik van de lab meegebracht. Die krijg je van de natuur niet. Daar krijg je een blauw-rood mengsel. Zo, hier zou je een materiaal nemen met een fantastisch magnetisch eigenschap. En dat zou je kunnen mengen met een andere op atoomschaal. Om nieuwe materialen te maken om onze problemen te helpen oplossen. Zo, dit is een 3D-printer op de schaal van atomen. Gaaf. Zo, kwantummechanica leeft, het zit in onze atomen, het zit in onze materialen. En daar willen we dat gebruiken om problemen op te lossen. En in de volgende college wil ik jullie allemaal bewijzen dat iedereen kwantumfysica op zak heeft. Dank je wel.